Koos, we hebben je leren kennen als een echt mensenmens en als een burger tussen je burgers. Een en al hulde voor Koos Schouwenaar. De burgemeester van Middelburg gaat per 1 mei met pensioen en vandaag was zijn officiële vertrek in het stadhuis. Het zijn 10 hele mooie jaren geweest en daar ben ik u allemaal heel erkentelijk voor. Voor zijn tijd in Middelburg was Schouwenaar burgemeester in Maarsen en Castricum. In totaal werkte hij 33 jaar als burgervader. Via een videoboodschap liet minister Ivo Opstelten weten dat een hele prestatie te vinden. Dat is heftig, gozeld, zeggen we dan als Rotterdamse jongens onder elkaar. Voor zijn betrokken rol als burgemeester kreeg Schouwenaar een koninklijke onderscheiding. Na zijn pensioen blijft hij in zijn geliefde stad wonen. Er zijn ook heel veel mensen in Middelburg die hart hebben voor de stad en die enthousiast zijn voor die stad. En dat maakt dat het ook leuk is om hier te zijn. En de Middelburgers op hun beurt zijn altijd blij geweest met Schouwenaar. Praktisch iedereen op straat is positief over hem. Ook een man van het volk. Hij was zondagsmorgens altijd in een kerk te vinden. Welke kerk dat ook was. Als er iets gebeurt of zo en het is leuk of een feest, dan is hij altijd bij. Hij heeft ook medeleven als er wat is. Dus ja, dus ik ga missen. Goeie man. Dit is de eerste burgemeester die ik gewoon onthouden heb in heel mijn leven. Die was er altijd, die was leuk, die lachte en... Was betrokken en dat is gewoon een toffe peer. Het is nog niet bekend wie de nieuwe burgemeester van Middelburg wordt.